Maastricht, Utrecht of Tilburg, want dat is fout. 06-300-803. En die Hi-Fi Stereo-toren krijgt u erbij. Wat is dit toch weer allemaal, plus deze. Ja. Ik had dus gevraagd... Katja Schuurman, die zou hier, die had ik dus uit willen Mag ik even de rubriek openen, trouwens? Ja, Want u heeft oom Henk nog niet gezien. Want wie zit Hans van Snel nou toch in de schijnwerper? Het was dus... Doet u net of dit werkt, toch? Hans van Snel, ik heb geen idee. Nee, nou, de schijnwerper was dus bedoeld voor Katja Schuurman. Ja. Ik weet dus niet beter, die zou hier dan dus ook zijn. Die werkt beneden. Ja, die werkt hier beneden. Ja. Nee, ik heb een rolletje overgenomen in goede tijden. Ja. En toen heb ik gezegd, weet je wat, dan ga ik hier wel zitten. Heb jij dus helemaal niet uitgenodigd? Gezellige gezicht, wat? Ik heb jou niet helemaal uitgenodigd. Nee, maar ik nodig mezelf uit. Dat valt me ook heel goed af. Nou, ik heb er trouwens alleen, dus. Je hebt er alleen. Nou, hey, mannen, voordat we verder gaan slijmen... Jullie zijn wel, het is wel een soort inteelt bij jullie, hè? Nou. Jij was gast, ome Henk, en toen nam je hem mee. Nu ben jij gast met je maat. Dus jullie rijden weer bij. Zijn jullie een soort... Hebben jullie een relatie samen? Nou, het is natuurlijk wel zo, laten we eerlijk wezen... dat hij behoorlijk mij op de voet volgt en ik andersom. Ja. Maar het is meer in zijn voordeel dan in mijn voordeel. Dus ik denk, laat ik nou eens een keer naar jou toe gaan... met Katja Schuurman. Ja. En dat hij dat dan weer... Dat jij er dan weer bent. Heb je zin in koffie trouwens? Nou, weet ik een heel goed adres voor je, dat is in Oost-Groningen. Ik heb wat leuks voor je. Mag ik trouwens even vragen? Ja. Ik ga gewoon het roer. De vorige keer die taart had ik van hem. Hè? Hij heeft u wel meegenomen, hè, Henk? Een taart meegenomen. Ja, toen. Vorige keer. Maar ik heb wat voor hem meegenomen. Oh, nou, laat me zien dan. Omdat je al zoveel jaar in het vak zit en als je dan al zoveel jaar bij een baas. Ja. Dan ontkom je er niet aan. Nee, dan krijg je er altijd een. Een klokje. Alsjeblieft. Een pen. Ja, een pen. Je verwacht toch een klokje, of niet? Op zijn minst, toch? Staat er wat in, of niet? Ja, er staat wel iets in van garantie op iedere kermis in Nederland. Ja. Laat maar gaan. Oh, er staat wel ome Henk op. Hij loopt met zijn hele merchandisinglijn. Ja, zo'n soort woord voor troep. Wat meurt het hier? Zit de mout hier? Nou, rustig. Ik wil even nog een interview met jullie. Ja, dames en heren thuis, ik hoop dat u niet gaat zeppen. Ja. Ga gewoon lekker voor die Hi-Fi Stereo-toren, want dit is natuurlijk helemaal... Ik ga hem in de gaten. Nee, worden jullie nou nooit moe van jullie zelf? Nee. Nou, ik dus wel van hem. Maar ik heb daar nooit geen problemen van. Nee? Ik dus eigenlijk wel van hem. Maar aan de andere kant moet het Nederlandse volk ook weten... Ja. Dat hoe kan je nou in Jezus' naam zo'n hit maken... terwijl je zelf niet eens zingt. Dus er wordt een liedje voor je gezongen. Ja. En dan ben jij de ster. Ik zing dit lied voor ome Henk... Door zo'n jongetje. Wie was dat jongetje eigenlijk die het echt heeft ingezongen? Oh, Jantje. Maar niet dat jongetje wat in die clip door u onderhandelde. Ja, die heeft het gezongen. Ja? Maar hoe verklaar je dat? Hij loopt er doorheen vloeken, wou ik bijna zeggen. Maar waarom werkt dat dan? Nou, je ziet dus wat wij ervoor moeten doen om een plaat te maken. Je moet handschoenen aantrekken, je moet een liedje maken. Je moet zelf zingen, je moet het ballet doen, je moet alles zelf doen. Ja. Nou is er één jongetje die zingt voor ome Henk een liedje, ook nog negatief. Ja. En die man heeft daar een hit mee. Ja. Hoe vertel het maar. Onbegrijpelijk, hè? Ja. Wie koopt dat nou, ome Henk? Geen idee. Nee. U heeft een grote familie, maar je moet er toch heel wat meer verkopen? Nou, het is de Haring-familie Stubber. Maar het is mijn programma nu even. Het gaat ga rustig je gang. Oké, kunnen jullie gewoon even liplezen met elkaar? Laat ik nog één keer die kaart zien. Komt-ie nog een keer. Laatste kans, paar minuutjes nog. 06-300-803. Ja, hoor. Mannen. Ja. Nou wil ik even één serieus moment. Ja. Waar... Worden jullie, en dan wil ik niks over het vak horen... Nee. Maar in je privéleven, waar kun je echt verdrietig of naar van worden? Als er hufters, klootzakken zijn, nare types... die agressie of wat dan ook afreageren op dieren... dan ben ik de opvolger van Pistool de Paaltje, heb ik altijd gezegd. Want ik vind dat zo min, zo verschrikkelijk min... dat kan ik helemaal gekker worden. Ja. Los van het leed wat we allemaal verschrikkelijk vinden. Ja. Maar... Dieren, dat vind ik, daar heb ik zoiets van, daar word ik helemaal gek. En u al, Henk? Daar kan ik me heel bij aanslaten. Ik bedoel, stamp dan je buurjongetje in elkaar. Zoals ik. Maar ga niet op dieren. Ja, die kunnen nog verhuizen. Volgende vraag. Oh, maar dat is... Volgende vraag. Blijft het zo serieus? Of, Nee, ja, precies. Dat wordt ook niks natuurlijk. Maar dat is wel serieus. Stel dat we nu op 31 december zaten. Hè? Het is nu 23, 24 juni. Nou, waar heb je het dan over? 24 juni.
Ja. Wat zou u ons wensen voor het komend jaar, ome Henk? Maar doe eens iets positiefs, alstublieft. Ja, hetzelfde als voorgaande. Zoiets. Ja. Wat moet je nou wensen eigenlijk? Nou, misschien dat er weer iemand is die voor jou weer zo'n liedje in elkaar hit. Ja, als er iemand is die een liedje voor mij in elkaar hit. Nou, hij heeft weer een papi nu, hè, Jantje Smit. Dus dan kan nu ome Henk, wanneer kom je weer terugkomen? Ja, Jantje, waar zit je nou? Ja, Jantje, waar zit je nou? Bijvoorbeeld, ja. Iets anders is, en dat is een ontzettende charmante, goede zangeres. Morgen bij Christine hier in de Droogkap, Maxine. En ze heeft Waanzin opgenomen. En dat is waanzinnig leuk. En dat gaat ze ook zingen en ze gaat praten. En jou de eer, Hans, om Maxine een vraag te stellen. Beste Maxine. Daar. Oh ja, sorry. Beste Maxine. Ik heb begrepen al, een jaar geleden, dat jullie dus samen gingen zingen. Dus als duo. En daarna het Songfestival en het hele verhaal dat je dus solo bent gegaan. Nou zeggen ze altijd van, ja, dan doe je maar één keer zo'n Songfestival en dan nooit meer. Ik heb nog nooit iemand iets anders... Ja, stil nou even. Iets erover, sorry Maxine, over willen zeggen. Aan jou wil ik dus vragen. Je bent nu weer alleen. Dat vind ik, lijkt mij toch moeilijk om van een duo alleen te gaan zingen. Maar voor die tijd zong je ook al alleen. Dus mijn antwoord en mijn vraag luidt, eerst mijn vraag, is dus, zou jij ooit nog een keer het Songfestival willen zingen? Op jouw manier. En hoe pak je dat dan aan? Want je hebt het nu meegemaakt. Hoe zou je het zelf willen? Dus niet schrijvers van tevoren geld geven. Niet lobbyen bij Konamis. Jij maakt uit wie je meeneemt, welke artiesten, welke dirigent, welk koor. Hoe doe je het? Dat wil ik graag van je weten. Nou, ik dank u voor deze uitgebreide vraag, zeer genuanceerd. Oh, duidelijk. Is mij helemaal duidelijk. U voor uw komst en tot slot heel kort nog even. Belangrijk, de zomertruc van Veronica. Jij gaat daarmee door het land. Ja, 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 ja. We kunnen ze overal zien, noem een paar plaatsen. Veronica, het zijn er maar 60, maar dan maak ik niet uit. 5. Ik heb, althans kijken op het donder van Brigitte. Ja, dus, precies. Let op. Dat moest Brigitte, die. Groetjes. Veronica Zomertruc, Oldgensplaat, Enschede, Geleen, Doetinchem, Arsen, Delft. Dat is de komende week. De rest volg het in het Veronica Blad. Hartstikke goed. Mannen, succes op de tour. Dank en bedankt wel. Voor jullie komst. Ja hoor. Het happy hour met... Een beetje lekker worden, ja, maar een beetje van gekheid. Met en morgen Christine met Maxine en ik ben er donderdag weer. Oh, yes. En deze mannen komen nooit meer, maakt u zich geen zorgen. Dag.